Hij staat er lekker bij. Hè? En ja, we hebben natuurlijk echt wel vaker in M3 en M4 voor deze generatie gereden. En ook generatie na en ervoor. Nou, toen was het geen M4. Maar goed, toch altijd wel weer leuk. In deze specificatie natuurlijk ook een kleur waar veel mensen op aan zullen slaan. Wel met keramische remmen. Ja, en het is... Het kan, laat ik het zo zeggen, een mooi compromis zijn tussen wel lekkere bruikbaarheid en toch iets bijzonders rijden. Natuurlijk stalen klapdak, dus in de winter heb je dan gewoon een lekker stevig dak om je heen. Goed geïsoleerd, niet dat stoffenkappen dat niet zijn, maar toch is dit nog lekkerder. Maar als het weer zoals dit is, ja, dan gooi je die kap los en kan je genieten van het toeren. Dit is de eerste generatie BMW M3/M4 met turbomotoren. Dat is in het geval van de cabrio toch wel lekker. Omdat er natuurlijk ietsjes extra gewicht is bijgekomen door het herafzagen van het dak en er vervangen door een opvouwbare constructie. En dan moet ik al de koets een beetje gaan verstevigen en zo. Dus het helpt wel, zeg maar, dat er iets meer koppel is onderin. Dit is een M4 Competition. Hoe kan je dat zien? Nou, dan is eigenlijk alles vooral zwart. Zwarte logo's, zwarte nieren, shadow line. Voor de sierlijst van de ramen, die je natuurlijk nu niet zo goed ziet. Want het dak ligt eventjes in de kofferbak, letterlijk. En ja, qua rijden ook wel aangepakt. Even ander onderstel en zo. Maar daar gaan we dan straks wel even over hebben. Het is een vierzits cabrio. Dat is natuurlijk wel lekker. Ja, en dit is... Aan de ene kant zeg maar natuurlijk een spec die saai is. Aan de andere kant denk ik wel zoals veel mensen hem zullen willen zien. Gewoon zwart van buiten, zwart van binnen. Een mazzel dat het zonnetje schijnt, want het springt het eruit. Dit is namelijk een BMW Individual kleur. Azurit zwart. Er zit een beetje een blauw tint doorheen. En zeker als die zon erop staat, is die echt blauw. Zou ik nou knijterhard regen of heel donker zijn, dan zie je misschien wat eerder een zwarte auto staan. Maar ja, het is dus wel een bijzondere kleur. Ook dit is weer zo'n auto. Het is een auto met twee karakters. Hè? Alles in de comfortstand en dan kan je gewoon lekker mee naar Zuid-Frankrijk. Ben je daar aangekomen, is er echt alles instelbaar. Hè? Van besturing, het motor, het onderstel, klep in de uitlaat die open gaan. In dit geval ook een specifieke M-performance uitlaat. Klinkt wel echt goed trouwens. Dat betekent dat je veel ruiger kan maken als je dat wil. Nou, is dit de Competition? En toen de M3 en M4 uitkwamen, waren we enthousiast. Maar er klaagde ook iets. En dat hebben ze met de Competition rechtgezet. Hij heeft andere veren, andere dempers, andere stabies. Het is harder geworden. Dus je zal hem vaker in de comfortstand willen rijden qua onderstel. Maar wel gewoon beter. Beter gecontroleerd. Gewoon een lekkerder gevoel. Dus wat dat betreft, zeg maar, bij de M3 en de M4 is een Competition echt wel te prefereren boven de gewone. Tenzij je dingen aan het onderstel gaat veranderen. En dan kan je natuurlijk gewoon ook wel voor een normale gaan. En het is allemaal smaakafhankelijk. Maar als je er wat harder mee wilt rijden, en dat hoeft niet, hè? Zo zeg ik dat natuurlijk niet. Maar als je dat wil, dan zul je merken dat als je een normale M4 en een M4 Competition naar elkaar rijdt, dat je denkt, ja, die Competition op details, soms slecht aanwijsbaar wat het precies is, maar wel echt lekkerder. Het draait natuurlijk wel om bij de BMW M-producten, de motor, hè, voorlopig. Ze gaan natuurlijk ook elektrische auto's bouwen, ooit echt, zeg maar. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. S55 blok, twin turbo, 3 liter groot, 6 in lijn natuurlijk. Mooi blok voor de Competition, eigenlijk een milde upgrade. 19 pk erbij, voor dat vermogen erbij hoef je eigenlijk geen Competition te kiezen. Maar goed, 450 pk totaal, 550 Nm koppel als cabrio. Is die alleen met DCT-bak geleverd, de Competition. Dat betekent sprint naar de 100 in 4,2 seconden. En afhankelijk van de specificatie 250 of 280 km per uur. Dan maakt de begrenzer een eind aan het feestje. En wat ik altijd leuk vind onder de kap van dit soort auto's, is dat je toch gewoon een deel van de techniek ziet. Zeg maar, het inlaattraject, maar ook die carbon strut braces. Echt een heel mooi detail. Blijf ik gaaf vinden dat dat zo erin zit. Heb je nog iets om naar te kijken onder de kap? Ook niet onbelangrijk. Ja,
Jani, deze D-bak blijft ook gewoon gaaf. Ik snap heel goed dat BMW er langzaam afscheid van aan het nemen is. Maar weet je, een bak met dubbele koppeling, gewoon net wat agressiever op het moment dat je echt aan het rijden bent. Bijvoorbeeld ook als je een staande start maakt, dan laat je echt de koppeling gewoon gaan. Mocht je dat willen, dan kan je een paar strepen trekken. En als bij een normale automaat toch net even anders. En dat hele gevoel is gewoon meer racy. Dan moet ik ook nog iets over het comfort zeggen. Ja, maar dat kan ik natuurlijk ook zeggen. Stoelverwarming, maar ook specifieke nekverwarming. Het zit er allemaal op en aan. En als ik hem dan weer in comfort zet. En ik heb hier M1 en M2 knoppen op het stuur. Kan je al de favoriete instellingen in één keer inprogrammeren. Ja, en dan verandert hij van dat beest in gewoon een lekkere cabrio waarbij ik het dakje los kan gooien, genieten van de zon en van alles wat je om je heen ziet. Wil je meer weten over deze auto? Kijk dan even op de collectibles.nl.